Joshua Ossendrijver werd als kind van een Joods gezin geboren op een onderduikadres. Direct na zijn geboorte werd hij elders ondergebracht en door zijn pleegouders aangegeven als Klaas Slecht. Zijn ouders en broer David zijn, evenals meer dan 80 andere familieleden, vermoord in Auschwitz, Sobibor en andere kampen. Na zijn studie maakte hij carrière in het onderwijs. Sinds de ontdekking in 2010 van zijn identiteit laat hij zich Joshua Ossendrijver noemen. In 2014 debuteerde hij als schrijver. Ja, en Joshua Ossendrijver is onze gast vandaag. Je noemt je nieuwe boek, het is echt een pil. Ja. 647 gram of zo? 674 gram. Nou, kijk eens aan. Zonder boekenrugger. Ja, en de 389 pagina's. Je noemt dit een psychologisch roman. Wat moet ik daaronder verstaan? Mijn vorige boeken, dat is zijn verhalen. En dat zijn verhaallijnen in een boek. Dat zijn in wezen aaneengeregen gebeurtenissen. Terwijl in dit geval het veel meer gaat om het waarom van de gebeurtenissen. Ik verdiep me veel meer dan voorheen in het wezen van mijn personages. Hun motieven, hun achtergronden. Het zijn getraumatiseerde mensen, voor een deel. Door sociale omstandigheden, door opvoeding, door de oorlog. En wat hebben die trauma's, hoe beweegt dat ook hun zijn, hun handelen? Ja, als je dit boek, want het is je vraagt nogal wat van de lezer, hè? Als je dat kort zou moeten samenvatten, wat zeg je dan? Het is een verhaallijn van 1912 tot en met het heden. Dus 110 jaar, vandaar de pil. Ja. Het zijn verhalen van twee families. Twee families van beschadigde mensen. En die volgen wij in drie generaties. En die twee familielijnen, die verhaallijnen, die komen samen van 1932 tot 1942. Dus gedurende 10 jaar. Maar ze komen weer tezamen met een volgende generatie in deze jaren. Van 2020 tot 2022. En daardoorheen loopt een rode draad. En dat is een kameesieraad. En dat kameesieraad, ik ga het niet verklappen nu. Nee, geen spoilers. Ik ga geen spoilers geven. Nee. Dat is de rode draad die alles aan een reigt met een aantal verschrikkelijke ervaringen. Ja. Je eerste boek is uitgekomen toen jij 70 was. Ja. Een beetje literaire laatbloeier. Literaire laatbloeier wel. Ik ben wel al heel vroeg gaan schrijven. Als kind zijn al. Ik vond het geweldig om te doen. Maar ik groeide op, dat heb je in het filmpje net gezien, bij mijn pleegouders. En daar had ik het niet prettig. Mijn pleegvader was een hele dominante man. Die mij niet accepteerde als indringertje in dat gezin. Mij kleineerde, me negeerde en me mishandelde. En als ik een verhaaltje had geschreven, was ik heel trots op. Dan grist hij uit mijn hand. En ik ging dat heel theatraal voordragen. Dat je je zo klein gaat voelen. Ja, dat zou een reden zijn om te zeggen, nou, ik zet nooit meer een letter op papier. Dat heb ik ook gedaan. Althans, naar de buitenwereld. Om voor mezelf ben ik blijven schrijven. Ja. Maar schrijven, is dat meer dan een soort autodidact? Heb je het jezelf helemaal aangeleerd? Of heb je voorbeelden gehad? Ik denk, nee, autodidact. Ja. Ja. Want wie is jouw grote voorbeeld als schrijver? Als kind zijnde, ik vertel van mijn pleegvader, die mij negeerde en treiterde. Mijn pleegmoeder daarentegen, die hield veel te veel van mij. Ze had eindelijk een kind. En ze had nooit verwacht een kind te krijgen. En door de oorlog krijgt ze een kind in haar schoot geworpen. Ja. En het klinkt cynisch, maar godzijdank kwamen die mensen niet terug. En kon ze het kind houden. En dat kind wilde ze niet meer afstaan. Ja. Als ik wilde buiten spelen, no way. Bang om iets te verliezen. Bang om mij te verliezen. Niet buiten spelen, niet zwemmen, niet fietsen, niet schaatsen. Ik was haar gevangene. En jij kwam er pas op je 67e achter dat jouw ouders niet je echte ouders toen waren. Toen heb ik het kunnen bewijzen. Ja, precies. En dat was ook de start van mijn schrijven destijds. Ik kwam in een emotionele achtbaan. Daar ben ik opgeschreven. Voor mezelf. Therapie. Totdat vrienden van mij zeiden, joh, dat heeft potentie. Ja. Doe er wat mee. Ja. Jouw fans noemen dit je beste boek. Ja. Klopt dat? Ja, klopt. Of is dat te veel eer? Nee, dat zeggen ze. En waarom is het je beste boek? Nee, niet mijn fans. Mijn fans hebben het nog niet gelezen. Nou, je hebt een lezersgroep. En die zeggen, ik heb een aantal proeflezers. Ja, en die zeggen, dit is je beste boek. Dit is mijn beste boek. En waarom is het je beste boek?
ze noemen het een page-turner. Kan niet terecht. Dus als jij zegt van, je vraagt al wat aan je lezers met die pil. Als het een page-turner is, vraag ik eigenlijk niks. Nee, nou, ik ben erin begonnen. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar ik herken dat wel. Want het is eigenlijk ontzettend spannend en ook heel beeldend. Je wordt volgend jaar word je 80. Ja. Dat geven we je niet. Je ziet er fit en vitaal uit. Maar je vijfde boek is inmiddels al klaar. Ben ik mee bezig. Ja, nou ja, dat komt uit in het jaar dat je 80 wordt. En dat is dan een leuk verhaal. En dat heet David en ik. En dat is door een soort kinderlijke aanleiding is dat tot stand gekomen. Vertel. Dat is wel leuk. Ik ben gastspreker geworden voor Kamp Westerbork. Ja. En ik geef zo'n 50, 60 lessen per jaar van basisschool groep 8 tot universiteit. En ik heb ontdekt van kinderen kan je heel veel leren. Ik ben ooit begonnen met een kinderboek over mijn leven. Daar ben ik gestopt. Dat is zoveel moeilijker dan een boek voor volwassenen. Ik denk dat lukt me niet. Ik ben 9 maanden geleden op een school in Rotterdam-Ommert, groep 8. En er zit een kind en die vraagt aan mij, na afloop, hoe denkt u over oorlogsboeken voor kinderen? Maakt dat kinderen niet bang? Nee, lieve schat, zei ik. Kijk naar de boeken van Martina Letterie. Heel toegankelijk, word niet bang van. Heeft u nooit een boek willen schrijven voor kinderen? Jawel, maar dat is veel te moeilijk. Nee hoor, zegt ze, handjes in de zij. Dat is helemaal niet moeilijk. Oh nee. Nee, zegt ze, want wij hebben meer dan een uur heel stil naar u zitten luisteren. Heel geboeid. En als u dan vanmiddag thuis komt en u gaat schrijven wat u nu verteld heeft, komt dat goed. En dat is gebeurd. En dat is gebeurd. En dat boek is dus klaar. Mooi verhaal. En wat grappig is, want ik heb de cover inmiddels ook al gezien. Daar staat een tekening op van een moeder met een kind, jouw moeder symboliserend, die jou weggeest. En dat is ook door een kind gemaakt. Ja, 8 jaar geleden. Ik gaf les op mijn school in Moerkapelle. En 2 dagen later komt met de post een tekening van een kind. 12 jaar. Hebben jullie de tekening hier staan? Ik weet niet of het niet, maar hij staat hier. Ja, hij staat op de boekenlegger ook. Nee, die hebben we niet, helaas. Maar dat vond ik zo knap, hoe die was gemaakt. Een kind van 12, die emotie in die tekening weet te verbergen, te vertonen. Van een moeder, tranen in de ogen, die mij afstaat na de geboorte. Ja. En ik denk, dat moet mijn cover worden. Nou, en dat wordt maar wat? Ik vond het niet reëel dat ik dat zonder meer ging doen. Dus ik ben haar gaan zoeken op internet. En op LinkedIn vond ik haar. Ze is nu 21. En ze is heel vereerd. En ze heeft zelfs aangeboden ook het boek verder te illustreren. Ja, en waarschijnlijk als eerste in ontvangst nemen. Ja, voorjaar 2023 verschijnt het boek David en ik. Laatste vraag. Eén laatste vraag. Het boek is verkrijgbaar in Schiedam ook. Postscriptum heeft hem in voorraad. Ja, sporen van gebruik. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar is boek 6 inmiddels al in voorbereiding? In mijn gedachten. Ja, waar gaat het over? Ja, het blijft altijd mijn missie die in mijn boeken terugkeert. En mijn missie is, we moeten werken met z'n allen. Ik ben maar een klein radertje. Aan een samenleving waarin iedereen zich zonder angst kan zijn wie die is, wat die is en hoe die is. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.